Goedemorgen dames en heren, hier vanuit Lokeren aan de Sportlaan, waar we start en aankomst gaan krijgen van de Belgische kampioenschappen van de elite zonder contract en die van de U23. Het zijn de elite zonder contract die 's ochtends om 10 uur mogen starten. En we zien hier meteen twee man van Urbano Cycling Team die voorop zijn gestuurd. Dat zijn Niels Merks en Han de Vos. Zij werden daarnet nog vergezeld van Antwerps kampioen Joris Segers. Maar net op het moment dat dat drietal zou worden ingelopen, liet Segers begaan. En kijk, deze twee mogen nog een vrijgeleide krijgen van dat peloton dat hier net Daknamdorp uitrijdt. Die vrijgeleide die duurt niet zo lang, want op een paar ronden van het einde krijgen deze jongens het gezelschap van een groepje achtervolgers. Dat zijn er nu een stuk of 7. U herkent daar twee man van Akroch Tormans Balen BC. En er komen er nog aansluiten op de kasseien van de Leestraat. Hier herkent u helemaal achteraan Kobe van Overschelde van het VDM Trawobo team. En we zien dat ook het peloton niet zo ver af meer is. Dus er zijn nog een aantal renners die gaan proberen om die oversteek te maken naar deze kopgroep. Dit is dus een kopgroep van 12 leiders en zij gaan de laatste 3 ronden aansnijden met een bonus van 20 seconden voorsprong op het peloton. Dit zijn ze hier vooraan, Wart van Laar van Akroch Tormans Balen BC, Michiel Dieleman die naar de kop rijdt met in zijn wiel Han de Vos. En na Han de Vos komt Jens Moens van het Van Eyck Cycling Team. Hier is Ruben de Marais van Dovi Keukens, Kobe van Overschelde. David Boucher, die zit er ook bij. Daar is Jeroen Patijn, Niels Merks, Dorian de Maagd, Jelle Kant en helemaal achteraan Cédric Rijmakkers. Ondertussen zijn er nog twee favorieten naar deze kopgroep toegereden. Het gaat om Aiko Bastiaans en Benjamin Verhaas. En hier komen er nog twee met Stijn Simons in het blauw voor Akroch Tormans Balen BC. Een echte killer is dat. Stijn Simons, hou maar in de gaten. In zijn wiel zit Sven Noels. We zitten terug op de kasseien van de Leestraat, 1,7 kilometer lang, maar wel op 5 kilometer van de streep. En helemaal achteraan ziet u nog één renner komen. En dat blauw, dat is het blauw van Akroch Tormans Balen BC. En het gaat om Timothy Stevens, die nog naar die kopgroep wil rijden. En kijk eens naar dat verzet van Timothy Stevens. Hij trapt super zwaar, maar die stevige dijen van hem krijgen het wel rond. En Stevens rijdt naar die kopgroep toe. En zo krijgen we 15 leiders die de finale gaan rijden van dit Belgisch kampioenschap in Lokeren. U ziet numeriek overwicht, onder andere voor Akroch Tormans Balen BC, maar ook de jongens van Urbano Cycling Team hebben 3 man die ze kunnen uitspelen in de finale. We zitten terug in Daknamdorp en we krijgen een demarrage van Aiko Bastiaans. Bastiaans weet dat er snellere mannen zitten in deze kopgroep. Hij moet er dus van weg zien te geraken. Maar Stijn Simons kleeft op zijn wiel. Hij weet dat dit de man is om in de gaten te houden. We zien ook Benjamin Verhaas. Hij brengt Jeroen Patijn mee naar Aiko Bastiaans en Stijn Simons. Maar echt wegraken doen ze niet. Alles komt terug samen en u ziet dat in die laatste ronde dat peloton ook enorm is genaderd. Er is geen tijd om te pokeren, ze moeten doorrijden tot in die laatste bocht. En we zitten nu al in die laatste rechte lijn. We draaien hier rechtsop, het is Benjamin Verhaas die op kop de sprint moet beginnen. Altijd een ondankbare positie. Verhaas moet dus al wat inhouden. Het is Jeroen Patijn die de sprint aanzet, met links van hem Ruben de Marais. Rechts zien we Timothy Stevens, hou hem in de gaten. Waar is Stijn Simons? Die komt nu centraal in uw beeld. En Stijn Simons die gaat het ook makkelijk halen. Niemand op de foto, Stijn Simons, Belgisch kampioen, voor Timothy Stevens en Benjamin Verhaas. Stijn Simons won dit jaar al in Zolder en in Alke. Vorig jaar nog winnaar van de Memorial Détacheur en de grote prijs Etienne de Wilde. En u ziet hier nogmaals dat het vooral spannend is voor plaats 2, maar dat er aan Stijn Simons helemaal niks te doen was. Hier door uw beeld fietst in het groen Jelle Mannaerts. Hij moet dus zijn titel afstaan aan Stijn Simons. Mannaerts probeerde nog in de slotfase, maar kwam te laat. Dit is de top 10. Stijn Simons dus voor Timothy Stevens. Dubbelslag voor Akroch Tormans BC op het podium. Verhaas is derde. Ruben de Marais vierde. Noels wordt vijfde. En dan Dorian de Maagd, de eerste man van Urbano Cycling Team. Voor Michiel Dieleman, Aiko Bastiaans, Jeroen Patijn en Kevin Lava.
En dan is het de beurt aan de U23. Die moeten een ronde langer rijden dan de elite zonder contract. Normaal gezien zelfs twee, maar met het risico op de invallende duisternis besliste de organisatie om er toch een rondje af te doen. En dat betekent dat deze U23 160 kilometer moeten rijden. En het is een beetje een start en mineur voor Liam Slok, thuisrijder vandaag. Hij gaat al snel tegen de vlakte en gelukkig neemt hij niemand mee in zijn val. Dit had anders kunnen aflopen. In de eerste ronde hebben we enkele prikjes gezien, maar niemand raakte weg. Het is pas in de tweede ronde dat we een demarrage zien. En niet van de minste, dit is Alex Kolman, een van de grote favorieten vandaag, die al in de tweede ronde en op ruim 140 kilometer van de streep voor de aanval kiest. Wart van Hoofd die zit met problemen aan het achterwiel. Hij kan dus niet reageren op die uitval van Alex Kolman. Maar drie andere renners doen dat wel. We herkennen helemaal vooraan Rune Hergots van Home Solutions Soenes met in zijn wiel Ruben Apers van Lotto Soudal. En daarachter zit Tuur Dens van VDM Trabobo. We krijgen dus een kopgroep van vier renners in de beginfase van de wedstrijd. Bij een volgende doortocht aan de aankomst hebben deze vier een voorsprong van ongeveer een goede minuut op het peloton. Dit is Tuur Dens, overgekomen van Hubo Titan. In zijn wiel dus deze Alex Kolman. Zoals ik al zei, een van de favorieten vandaag. Kolman die volgend jaar voor Sport Vlaanderen Baloise rijdt. Dit is Rune Hergots, ook geen gewone. Hergots won vorige week nog Paris-Tours bij de belofte. En dan in zijn wiel Ruben Apers, de man van Lotto Soudal en vierdejaars belofte. Er rijden dus met andere woorden vier kleppers vooraan en dat is het sein voor Wim Fijs om zijn troepen van EFC LNR Vulsteken het werk te laten doen in het peloton. Want de groenhemden hebben niemand kunnen meesturen en ook zij staan hier toch met een paar favorieten aan de start. Maar EFC LNR Vulsteken krijgt het gat niet dicht, terwijl we hier een mooi beeld zien op de Leestraat waar het peloton van het ene naar het andere gootje springt. En we gaan dan terug vooraan naar Alex Kolman. Voor de bevoorrading, nee, gemist. Kans nummer 2, dat gaat wel. Uit de handen van een dame lukt alles makkelijker natuurlijk. Onze vier blijven vooraan rijden met nog altijd een voorsprong van maar 1 minuut. Hier komen we met het peloton, dat nu toch is genaderd tot 45 seconden, maar waar het nog steeds zoeken is naar een organisatie. En dan pech bij Rune Hergots. Die ketting wil niet meer mee. Schakelproblemen voor de winnaar van Paris-Tours. Hij is genoodzaakt om rondenlang op het grootste verzet te trappen. Ja, en dan ga je natuurlijk snel gaan verzuren. Gelukkig staat er iemand langs de kant met zijn reservefiets. En die fietswissel gaat toch al bij al vlot. Er is zelf nog tijd om aan de drinkbus te denken. Dat wil zeggen dat Hergots nog niet helemaal kapot zit. Hij maakt zich klaar voor de achtervolging op zijn drie metgezellen van daarnet. Hergots is vooral een tijdrijder en die capaciteiten komen natuurlijk van pas in die achtervolging. Hij komt er al bij al nog vlot bij, maar het heeft natuurlijk kracht gekost om dat gat te dichten. Hergots volgend jaar trouwens naar Sport Vlaanderen Baloise, net zoals Alex Kolman. Ze worden wel wat nerveus hier vooraan. Ruben Apers vraagt wat het tijdsverschil is. Tuur Dens zegt dat hij helemaal kapot zit. En op dit beeld zien we dat dat peloton toch is genaderd tot op minder dan een halve minuut van ons viertal. Net voor het ingaan van de laatste ronde legt Home Solutions Soenen Cycling Team het blok erop in het peloton. Ze geloven in de kansen van Rune Hergots. En zo pakken de vier leiders natuurlijk weer wat extra seconden bij het ingaan van die laatste ronde. In het peloton komt ondertussen de ene tegenaanval na de andere op gang, maar niemand die echt weggeraakt of die de kloof kan dichten op deze vier. Dit is een volgende tegenreactie met Warre van Geluwe van Home Solutions Soenes en in zijn wiel Lennart van Eetveld van Lotto Soudal. Twee eerstejaarsbeloften en zij gaan die oversteek wel kunnen maken. We gaan naar zes leiders en belangrijker nog naar twee duo's en de kopgroep met twee man van Lotto en twee van Home Solutions Soenes. Kolman, Apers, Hergots en Dens hebben 140 kilometer in de aanval gereden en zien nu dat het peloton wel heel dichtbij komt. Kolman doet het dan met een alles of niets poging net naar de spoorwegbrug en het is Van Geluwe die naar dat wiel springt. Apers zicht dan de kloof met in zijn wiel Van Eetveld en ook Hergots.
Dan probeert Van Geluwe het nog eens en die laatste kilometer. Maar eigenlijk vormt hij de perfecte lead-out voor de snelle mannen die nog in dat pak zitten. En dan is het vooral uitkijken naar Jordi Mees en naar Arne Marit. Ze beginnen aan de sprint en we zien Jordi Mees in het donkerblauw centraal in uw beeld. Links Arne Marit. Het wordt heel close, maar het is Jordi Mees die het haalt voor Arne Marit en Simon de Heers. Wat een ingangsticket voor Jordi Mees die met een nationale titel bij de U23 langs de grote poort binnenstapt bij Bora Hansgrohe, want hij wordt ploegmaat van Peter Sagan volgend jaar. Hier nogmaals de finish met Jordi Mees met een halfwiel voorsprong op Arne Marit. Jordi Mees, we hebben een ontsnappingspoging gezien van liefst 140 kilometer. Maar eigenlijk is 100 meter op kop rijden voldoende om Belgisch kampioen te worden. Ja, dat klopt. Die groep die ging al vroeg weg. We waren maar met twee man van mijn ploeg in koers. Dus het was sowieso voor ons gokken. En niet te vroeg onze troeven op tafel gooien. En ik was heel de dag aan het hopen op een massasprint. En dat is het geworden. En ik heb het kunnen afmaken. Dus ik ben heel blij. We nemen er als afsluiter nog eens de top 10 bij van het kampioenschap van België hier in Lokeren bij de U23. Het is Jordi Mees die het na een spannende sprint haalde voor Arne Marit en Simon de Heers. Jules Hesters, de drievoudige Europese kampioen in de afvallingskoers, wordt vierde voor Sebastian van Poppel en Maxime van Geels. Dan hebben we nog Jenne Berkmoes, Sebastian Grignard, Alex Kolman is nog negende en Felix Dobschy sluit de top 10.